Je hebt een broksteen. Je weet, een broksteen bestaat uit allemaal atomen. En een atoom bestaat dan weer uit een kern en daaromheen zweven elektronen. En de kern zelf, die bestaat uit neutronen en protonen. Het elektron, neutron en proton zijn deeltjes die in het atoom zitten. We noemen ze dan ook subatomaire deeltjes. En daar gaat deze video over. In het begin was het simpel. Alles om je heen bestond uit of water, of lucht, aarde of vuur. Meer niet. Toen kwam meneer Democritus. En Democritus die zei van nee, er zijn deeltjes en die zijn onsplitsbaar. En die deeltjes die noem ik atomos. Atomos betekent onsplitsbaar. En iedere stof bestond uit die atomen. Ja, dus houtatomen, plasticatomen, wateratomen, etc. etc. Iedere stof bestond weer uit die onsplitsbare deeltjes en iedere stof had een eigen soort atoom. Meneer Dalton keek anders tegen zo'n druppel water aan. Die had het idee van nee, een deeltje van water bestaat zelf ook weer uit deeltjes. En die deeltjes die zijn wel redelijk massief. Dat was meneer Dalton. Na meneer Dalton kwam meneer Thomson. Meneer Thomson die pakte twee platen en hij gaf de ene een negatieve lading en de andere een positieve lading. Ook pakte hij een gloeidraad en zeer mooi, hij liet hem gloeien. Als je een gloeidraad laat gloeien, komen er deeltjes vrij. En die deeltjes liet hij door de platen heen gaan. En wat zag hij? Hij zag dat die deeltjes niet rechtdoor gingen, maar dat ze naar beneden afbogen. Zijn conclusie was dan ook dat het massieve deeltje wat meneer Dalton bedacht had, niet zo massief was, maar dat het moet bestaan uit negatieve deeltjes en uit positieve deeltjes. En dat je die uit elkaar kunt halen. Hij had toch wel het idee dat zo'n deeltje in feite gewoon een krentenbal was. En die krentenbal waren de positieve en de negatieve deeltjes allemaal verspreid. Maar men kreeg steeds meer zicht op de materie en men zag ook andere type stralingen. Kijk, beta-straling en alfa-straling en gamma-straling. Meneer Rutherford, die bedacht een experiment om te kijken hoe een atoom nou precies in elkaar zit en hij maakte gebruik van de alfa-straling. Hij nam een bron waarvan heel veel alfa-straling afkomt, een stukje lood eromheen, zodat dus die alfa-stralen alleen maar door dit hele kleine gaatje naar buiten kunnen. Ze komen door een klein gaatje naar buiten toe en dan vallen ze op een stukje goudfolie. Die goudfolie die is maar nou twee paar atomen dik. En wat zag meneer Rutherford? Meneer Rutherford zag dat verreweg de meeste deeltjes eigenlijk gewoon rechtdoor gingen. Een heel klein beetje afwijking. Een enkel deeltje buigt af en een nog sporadischer deeltje die ging de andere kant op. Meneer Rutherford concludeerde het volgende. Een atoom is bijna helemaal leeg. Zie je, de meeste stralingen, de meeste alfadeeltjes kunnen gewoon rechtdoor, alsof er niks is. Een aantal deeltjes die buigen een klein beetje af. Ja, een ander deeltje, ja, die buigt wat sterker af. En nog een ander deeltje, die botst op een massieve kern in het atoom. En die wordt de andere kant opgestoten. Oftewel, die massieve kern bestaat uit positieve deeltjes en alle andere deeltjes die zijn negatief. Behalve positieve deeltjes in de kern weten we natuurlijk ook nog dat er ook neutrale deeltjes is. Daar komen we later wel een keer op terug. Hoe kun je nou al die type stralingen zien? Wel, daar hebben we zo'n apparaat voor, het nevelvat.
Het neelvat bestaat, het is in feite gewoon een aquarium. Op de bodem zit vast koolzuur. Dat is een redelijk koud spul. En bovenop is een klein laagje alcohol. En het is alcoholdamp, een oververzadigd, onderkoelde alcoholdamp. Dat betekent dat het eigenlijk al zou moeten condenseren. Maar hij doet het nog net niet. Als er nu een deeltje doorheen schiet, dan zal op het spoor van deeltje zal de alcoholdamp gaan condenseren. Je kunt dat vergelijken met de condenssporen van vliegtuigen in de blauwe lucht. Op dezelfde manier ontstaan condenssporen in die alcoholdamp. Men ziet zo'n deeltje doorheen vliegen of men ziet een deeltje halverwege stoppen. En dat geeft natuurlijk informatie over hoe snel zo'n deeltje gaat of hoe zwaar zo'n deeltje gaat. Men kan ook nog, in plaats van alleen te bekijken, er een magneet bij plaatsen. Ja, dan krijg je een magneetveld. En als je dan van bovenaf gaat bekijken, nou, dus we gaan nu even van bovenaf bekijken, we flippen even om. Zo, ja, ik kijk dus nu van bovenaf. En het magneetveld komt dus naar je toe. Ja, dit is een notatie dat het magneetveld naar je toe gaat. Als je nu een deeltje hebt die die kant op gaat, dat je gewoon rechtdoor gaat, dan weet je dus, hé, als ik een rechtspoor heb, dan heb ik blijkbaar een deeltje wat geen lading heeft. Want een deeltje met lading zal vanwege het magneetveld af gaan buigen. Een deeltje zonder lading, dat werd de gammastraling genoemd. Als je nu een deeltje met lading hebt, dan heb je dus een stroomsterkte. En stel je voor, het gaat die kant op. Hoe wordt zo'n deeltje dan afgebogen? Ik hoop dat je het nog weet. De linkerhandregel. Ja, linkerhandregel is, je pakt de linkerhand. Je plaatst hem zo dat je B opvangt in de palm van je hand. De vingers gaan richting stroomsterkte. En dan is de richting van de duim de richting van de Lorentzkracht. Zo. Ja, dus dan heb je deze. Je hebt trouwens heel veel verschillende linkerhandregels hoor. En voor de Lorentzkracht heb je zelfs ook nog wel eens een rechterhandregel. Het is ongelijk wat je geleerd is en welk boek je gebruikt. Maar als je dus nu een deeltje hebt wat afbuigt naar beneden, ja, dus richting Lorentzkracht, dan weet je dus dat een gebogen deeltje naar beneden, dat hij een positieve lading heeft. Want hij gaat dan richting stroomsterkte. En een deeltje met een positieve lading, die straling, dat is de alfastraling. Omgekeerd kan natuurlijk ook dat een deeltje de andere kant op gaat. En dan heb je natuurlijk een deeltje met een negatieve lading. En dat is de beta-straling. Goed, in de praktijk ziet het er zo uit. Ja, dit is een foto genomen van het neelvat van bovenaf. En je ziet hier inderdaad dat er deeltjes zijn die gewoon rechtuit gaan. Deeltjes die de ene kant op buigen en deeltjes die de andere kant op buigen. En je ziet ook meteen dat de kromming van die rode en de gele ook anders is. En dat heeft ook weer een betekenis. Wat voor betekenis? Nou, een kromming, ja, als iets een cirkelbeweging uitvoert, dan moet er een middelpuntzoekende kracht wezen. En in dit geval is de middelpuntzoekende kracht de Lorentzkracht. Ja, de Lorentzkracht levert de middelpuntzoekende kracht. Even een paar formules heb je ooit een keer gehad, maar het is altijd makkelijk om ze nog een keer te zien. De middelpuntzoekende kracht is m maal v kwadraat gedeeld door r, de straal. En de Lorentzkracht is p keer q keer v. Als je dit een beetje anders schrijft, dan krijg je dus dat voor de straal geldt dat die m maal v gedeeld door b gedeeld q. Oftewel, de kromming die hangt af van, hier staat die, de grootte van de lading, de massa van het deeltje en de snelheid van het deeltje. En belangrijk is ook dus dat je ziet dat als de snelheid minder wordt, dat dan de straal kleiner wordt. Oftewel een kleinere straal, hè, kijk, dit is een straal en dit is een kleinere straal, dan zie je dus dat het een sterkere kromming krijgt. En dit soort informatie, ja,
kunnen allemaal uit een nevelvat worden gehaald en op die manier kreeg men informatie over de eigenschappen van de diverse deeltjes. Bijvoorbeeld het elektron. Ja, men zag een elektron deze vorm bewegen. Ja, een elektrondeeltje die in het nevelvat keurig zo'n boog. Maar men zag ook een precies dezelfde spoor, maar dan het spiegelbeeld. Ja, voor de rest was hij precies hetzelfde. Ja, precies dezelfde kromming, et cetera, et cetera. Oftewel, hij had precies gelijke eigenschappen, behalve dat de kromming andersom was, dus moest het een positieve lading hebben. En dit is de ontdekking geweest van het positron. Het positron is het antideeltje van het elektron. Precies identiek aan het elektron, behalve dat het een positieve lading heeft. Ja, als je een positron hebt en een elektron, en die zouden samenkomen, dan annuleren ze. Ze verdwijnen en het enige wat overblijft is energie. Energie in de vorm van gammastraling. Ja? Nou, het is zo van, het is niet alleen dat elektron een antideeltje heeft. Nee, ieder deeltje in de natuur heeft een eigen antideeltje. Dat betekent dus dat dit ook voorkomt. Een atoom met een negatieve kern, die bestaat uit het antideeltje van het proton. En daaromheen cirkelt een positron, het antideeltje van het elektron. Nou, je hebt dus hier een waterstofatoom die geheel uit antideeltjes bestaat. Nou, we hebben dus verschillende deeltjes. Hè? Het proton, een neutron, een elektron, een positron, een, ja, dit komt later nog een keer, hè, maar een muon, tauon, neutrino's, van alles en nog wat. Ja, het is één grote dierentuin van deeltjes. En daar gaan we het volgende keer verder over hebben. Tot nu toe, bedankt voor je aandacht.